Het eerste filmpje van de Republiek over de periode 1648-1702, de laatste periode van ons onderwerp. In dit filmpje zullen de politiek en de religie centraal staan, zoals je ziet. Of eigenlijk vooral de politiek, want in tegenstelling tot de vorige hoofdstukken, ja, speelt het geloof nu toch een minder belangrijke rol. Tenminste voor het eindexamenonderwerp dan. Voor de Republiek zit de Nederlandse opstand erop. In 1648 is de Vrede van Münster gesloten. Waarmee Spanje de Republiek ook formeel erkent. Maar dat betekent niet dat de problemen voor de Republiek ook voorbij zijn. Want in deze periode komen Engeland en Frankrijk ook heel sterk opzetten. En die gaan een steeds grotere concurrent vormen voor de Republiek. En ik heb het begrip al eens vaker laten vallen in verschillende filmpjes. Maar nu zien we helemaal het principe van het machtsevenwicht terugkomen in deze periode. Hier zie je het al op een weegschaal. Het principe van machtsevenwicht, dat ziet er eigenlijk als volgt uit. We zien hier dat er het machtsevenwicht verandert in hoofdstuk 4. Eerst even de eerste periode 1648 tot 1672. Dan is de Republiek heel erg sterk. En wat je dan vaak in de internationale politiek ziet gebeuren, is dat de andere landen gaan proberen om die macht van dat veel te sterke land, om dat te beperken, om die macht weer gelijk te trekken. Oftewel om de macht in evenwicht te brengen. En in de periode 1648-1672 gaan Engeland en Frankrijk dus samenwerken tegen de Republiek om te zorgen dat de macht van die Republiek beperkt wordt. De tweede periode van hoofdstuk 4 is de periode 1672-1702. Dan zien we dat Frankrijk heel erg sterk begint te worden. En dan zie je dat Engeland en de Republiek vaak een bondgenootschap met elkaar en soms ook nog met andere landen sluiten. Om de macht van Frankrijk weer te beperken, om de macht dus weer in evenwicht te brengen. Dit principe zagen we ook al in de andere hoofdstukken voorbij komen, maar nu komt het dus nog veel sterker voorbij. En het is belangrijk om dat even gewoon in je achterhoofd te houden als je nu naar de rest van dit verhaal gaat kijken. Oké, waarom wordt Frankrijk zo sterk in die tweede periode? Nou ja, dat begint eigenlijk al veel eerder, daar zullen we eerst eens even naar gaan kijken. We gaan kijken naar een persoon die waarvan je vast al vaker gehoord hebt, Lodewijk XIV. Die in 1638 geboren wordt, 1715 doodgaat. En nou ja, die Lodewijk is de Franse troonopvolger. Hij wordt in 1643 formeel al koning op 5-jarige leeftijd. Maar ja, dan is hij natuurlijk nog te jong om te regeren. Dus tot 1661, als hij een jonge twintiger is, laat hij het bestuur over aan zijn moeder en zijn belangrijkste adviseur, kardinaal Mazarin. En in 1661 besluit hij dat hij oud genoeg is om het land zelf te besturen. En dan heeft hij al een boel ellende meegemaakt, want het is een heel onrustige periode in Frankrijk tot 1661. Er zijn allerlei godsdiensttwisten weer, katholiek tegen protestant. Het blijft toch een beetje doorgaan, ondanks dat edict van Nantes. En daarnaast zijn er ook een aantal adellijke opstanden, waaronder bijvoorbeeld de Fronde, die grote indruk maakt op de jonge Lodewijk XIV. En ja, hij besluit één ding. Oké, ik word koning en ik ga zorgen dat het rustig wordt in Frankrijk. Want als het rustig is in Frankrijk, dan kan Frankrijk een groot en sterk land worden dat mee kan tellen in Europa. En ik ga daarvoor zorgen en daarom ben ik de baas. En uiteindelijk wordt hij de machtigste vorst van heel Europa. Hier zien we een belangrijk schilderij van hem gemaakt in 1701. En ja, dat straalt ook wel grandeur, dat straalt ook wel macht uit natuurlijk. En hij zegt dan ook vanaf 1661, l'état c'est moi, de staat dat ben ik. Oftewel, ik ben het bestuur, ik beslis. En we hebben al gezien dat zijn voorgangers bezig waren om absolute macht te krijgen. Maar het beleid van Lodewijk XIV, dat is het perfecte voorbeeld van het absolutisme. L'état c'est moi, ik beslis en ik hoef niet naar iemand anders te luisteren. Dat was het idee van Lodewijk XIV. Nou ja, wat voor maatregelen neemt hij dan? Zijn maatregelen die beslaan verschillende maatschappelijke gebieden. Uiteraard de politiek, daarnaast ook de economie. En ook op het gebied van het geloof neemt hij maatregelen. Eerst even de politiek. Wat heeft hij daar tot doel? Hij wil de macht van de adel beperken. Hij heeft dus gezien dat die adel alleen maar voor onrust zorgt door al die opstanden. En die gasten, vindt hij, die moeten gewoon maar luisteren naar de koning. Hun macht moet beperkt worden. Ja, we hebben al in eerdere hoofdstukken ook gezien dat de koningen dat deden door onder andere een beroepsleger in te stellen. Nou, Lodewijk XIV gaat ermee verder. Het enige leger dat er in Frankrijk nog mag zijn, is het beroepsleger dat door hem wordt aangesteld.
De edelen mogen geen eigen soldaten meer hebben. Daarnaast gaat hij dus ook zijn rijk nog meer laten besturen met behulp van ambtenaren, waarmee hij dus ook een aantal taken van de adel uit handen neemt. En hij leidt die adel mooi af door ze naar zijn nieuwe grote paleis in Versailles net buiten Parijs te laten komen. Oké, dus dat is op politiek gebied. Op economisch gebied neemt hij ook een heel belangrijke maatregel. Hij wil de handelspositie van Frankrijk verbeteren en dat doet hij door middel van het zogenaamde mercantilisme. En ja, het mercantilisme in Frankrijk, dat wordt vooral door deze man bedacht. En wat is dat principe dan precies? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Bij mercantilisme neem je allerlei maatregelen om je eigen economie te beschermen. En ja, dat gaat dus ten koste van de economie van het buitenland. Wat wil je bereiken? Je wil zorgen dat de export omhoog gaat, dat je zelf meer producten aan het buitenland gaat verkopen. Maar vooral wil je dat jouw eigen bevolking niet zoveel producten meer uit andere landen koopt. Dus je moet de import beperken. En dat doe je door bijvoorbeeld allerlei extra belastingen te heffen, allerlei importtarieven op te leggen of zo. Op religieus gebied, daar was dus relatieve godsdienstvrijheid eigenlijk gekomen in Frankrijk door dat edict van Nantes, waardoor die Franse protestanten in sommige steden ook rechten hadden gekregen. Maar Lodewijk XIV zegt: ik ben katholiek en er moet een einde komen aan die godsdienstwisten, dus iedereen moet maar katholiek worden. En hij trekt dus dat edict van Nantes in 1685 weer in. En daarmee komt er een einde aan de vrijheden die de protestanten in Frankrijk hadden. Je ziet dan dus dat een heleboel protestanten uit Frankrijk wegvluchten, onder andere naar de Republiek. Oké, dit gebeurt er in Frankrijk. Gaan we even door naar Engeland. Engeland hadden we dit al gezien aan het einde van hoofdstuk 3. Die koning Karel I, die wordt vermoord. Dit waren de jaren 40 van die 17e eeuw, waarin er die burgeroorlog was geweest tussen koning Karel I en aanhangers van het parlement onder leiding van die Oliver Cromwell. En ja, Karel I wilde het parlement dus niet bij elkaar roepen. Nou, er kwam een heleboel ontevredenheid over. Het leidde dus tot die burgeroorlog. En uiteindelijk dus zelfs tot de koning die onder huisarrest wordt geplaatst en dus in 1649 onthoofd wordt. Daarmee is Engeland even geen monarchie meer, maar wordt het de republiek. Met de leider van de opstandelingen, Oliver Cromwell, dus als de nieuwe leider van Engeland. Hij werd een zogenaamde Lord Protector. En hoe langer hij aan de macht was, hoe meer dictatoriale trekjes hij eigenlijk kreeg. Hij ging steeds meer als een alleenheerser regeren. Want het parlement dacht nu dus door die Cromwell aan de macht te laten zijn, van nou, dan zullen we wel weer inspraak krijgen. Maar nee, juist niks van dat alles. Dat parlement, dat zette Cromwell dus volledig buitenspel. En het wordt dan ook weer heel erg onrustig in Engeland. En ja, Cromwell die sterft in 1658. Zijn zoon wordt de nieuwe Lord Protector, maar die wordt eigenlijk na een jaar alweer afgezet. En opnieuw dreigt er chaos te ontstaan in Engeland. En dan besluit een belangrijke legercommandant in Schotland om met zijn troepen naar Londen toe te komen. Hij neemt de stad in, hij roept het parlement bijeen en het parlement zegt dat de monarchie, het koninkrijk, hersteld moet worden. En ja, deze gebeurtenis die kwam bekend te staan als de zogenaamde restauratie. Dat gebeurde in 1660. Toen kreeg de zoon van Karel I, die kreeg de Engelse kroon op zijn hoofd. Hij werd de nieuwe Engelse koning, koning Karel II. Maar die Karel II, die had eigenlijk net als zijn vader ook niet zo heel veel zin om naar het parlement te luisteren. Maar ja, hij moest wel. Het parlement wist het voor elkaar te krijgen om te zorgen dat de koning in financieel opzicht afhankelijk bleef van het parlement. Als hij belasting wilde vragen, als hij nieuwe belastingen in wilde voeren, dan moest hij daarvoor toestemming vragen aan het parlement. Die koning die vond dat natuurlijk helemaal niks, dat hij zo afhankelijk was van het parlement. En het parlement was juist heel erg blij, want zo konden zij de koning controleren. Dit is dus heel anders dan het absolutisme dat wij net in Frankrijk zagen bij Lodewijk XIV. Nou, dan gaan we door naar de Republiek. In die Republiek was, ja, na de Vrede van Münster, was het eindelijk rustig. Maar ook daar zie je toch dat er spanningen zijn in de binnenlandse politiek. De stadhouder komt tegenover de regenten te staan. De stadhouder was tot 1647 Frederik Hendrik, die zoveel overwinningen op de Spanjaarden ook behaalde. En hij wordt in 1647 opgevolgd door zijn zoon Willem II. Dat is diezelfde Willem als die getrouwd was met die dochter van die Engelse koning, die Maria Stuart. De regenten die hadden eigenlijk niet zoveel op met stadhouder. En de stadhouder en de regenten leken dan ook steeds verder uit elkaar te groeien.
Want die stadhouders die vonden dat een sterk leger heel erg belangrijk was voor de defensie van de republiek. Oké, we hebben nu wel vrede gesloten met Spanje, maar wij moeten ons ten alle tijde blijven beschermen en daarom is een sterk leger hartstikke noodzakelijk, vond de stadhouder. De regenten daarentegen, die zeiden juist dat die stadhouders erg oorlogzuchtig waren. Zij zeiden dat te veel oorlog maken schadelijk zou zijn voor de handel. En het is niet zo gek dat die regenten dat standpunt innemen, want die regenten, dat waren vaak kooplieden-regenten. Ze waren zelf rijk geworden door de handel, of ze kwamen uit vooraanstaande handelsfamilies. En ja, die regenten die hadden nogal wat inspraak in de republiek. Zij waren heel erg belangrijk in het dagelijkse bestuur van die republiek. En als stadhouder Willem II dan al heel vroeg sterft, dan besluiten de regenten in 1650 dat zij geen nieuwe stadhouder aannemen. Tot 1672 zal die periode duren en deze periode komt bekend te staan als het eerste stadhouderloze tijdperk. Hoe werd de republiek dan bestuurd? Nou ja, het bestuur functioneerde dankzij die lokale regenten, die stadsbestuurders, en vooral ook dankzij de raadspensionaris Johan de Witt, die we hier zien. Een van de opvolgers dus van Johan van Oldenbarneveld, waar we het in het vorige hoofdstuk al over gehad hebben. Nogmaals, de raadspensionaris was de hoogste functionaris van het gewest Holland, de vertegenwoordiger ook van het gewest Holland in de Staten-Generaal. En omdat Holland veruit het belangrijkste gewest was in de Republiek, was de raadspensionaris ook veruit de belangrijkste persoon in de Staten-Generaal. Ondanks het feit dat er geen stadhouder was, waren er nog wel steeds aanhangers van de stadhouder. En tijdens dat eerste stadhouderloze tijdperk kwamen die aanhangers van die stadhouder dan ook tegenover ja, de aanhangers van de regenten te staan. Je hebt de Oranjegezinden tegenover de Staatsgezinden. En die Oranjegezinden werden ook wel de Prinsgezinden genoemd. Wat wilden die Oranjegezinden? Nou ja, zij vonden dus dat de stadhouder heel erg belangrijk was in de Republiek. Die was belangrijk om de staat en zeker ook het leger te leiden. Zij vonden een stadhouder dus top. Daarnaast zeiden zij dat die gewesten niet te onafhankelijk moesten worden. De soevereiniteit van die gewesten moest beperkt worden, vonden die Oranjegezinden, want dat zou ja, het bestuurrijk van de Republiek ondermijnen. En die Staatsgezinden die zeiden eigenlijk precies het tegenovergestelde. Nee, zo'n stadhouder is helemaal niet zo belangrijk. Die stadhouders die willen veel te veel macht naar zich toe trekken. Het was bijvoorbeeld Johan de Witt, die duidelijk ook een staatsgezinde was. Ook een doorn in het oog dat dat ambt van stadhouder dat erfelijk was. Dat was eigenlijk een beetje een bedreiging voor de vrijheid in de republiek, zei Johan de Witt zelfs. De macht moet niet bij de stadhouder liggen, maar bij de gewesten. De soevereiniteit moet dus bij de gewesten liggen. Dat vinden de staatsgezinden het allerbelangrijkst. Nou ja, en de meeste mensen in de Republiek, het gewone volk, dat je hier links op het plaatje ziet, dat waren eigenlijk toch vooral Oranjegezinden. Alleen het probleem was dat zij wel met veel meer waren. Nogmaals, het grootste gedeelte van de bevolking was Oranjegezind. Maar ja, zij hadden de macht niet in handen. De meeste regenten namelijk, die waren staatsgezind. Die waren tegen de stadhouder. En zij hadden wel de macht in handen. En vandaar dat de staatsgezinden het tot 1672 voor elkaar wisten te krijgen dat er geen nieuwe stadhouder aangesteld werd. Die Johan de Witt, wat is zijn rol precies? Want we zien hem hier alweer staan. Hij is heel belangrijk in die tijd tot 1672. Nou ja, we zien hier ook de Republiek vanaf 1648. Er is vrede gesloten in Münster. Spanje heeft de Republiek geaccepteerd. Het is dus nu echt een onafhankelijke staat. En wat gaat de Witt doen? Ja, hij gaat binnen die staat vooral kijken naar de belangen van het gewest Holland. Nogmaals, hij is raadspensionaris, dus hij is ook de belangrijkste vertegenwoordiger van dat gewest Holland in de Staten-Generaal. Nou ja, dan zie je dus dat er een soort tweedeling binnen de Republiek begint te ontstaan. Holland behoort samen met Zeeland en in mindere mate ook Friesland tot de zogenaamde zeegewesten. En de andere gewesten die meer naar het binnenland lagen, dat waren de landgewesten. En wat zei de Witt? Nou ja, wij moeten vooral onze vloot gaan versterken. Onze oorlogsvloot versterken, zodat wij de koopvaardijschepen goed kunnen beschermen. Want wij zijn als republiek vooral afhankelijk van de zeehandel. Nou ja, dat is typisch iets waar de mensen in de zeegewesten het dus mee eens zouden zijn. De landgewesten vonden dat echter niet. En zij zagen veel meer in de versterking van het landleger. Maar de Witt zei nou juist, nee, we hebben niet het geld voor beide. Wij gaan de zeevloot, de oorlogsvloot versterken.
En daardoor werd het landleger verwaarloosd. En die landgewesten waren dus heel erg bang voor een aanval over land. Terwijl die zeegewesten juist natuurlijk heel erg bang waren voor een aanval over zee. En je ziet dan in die periode dat de wit aan de macht is, zie je eigenlijk de spanningen tussen die zee en die landgewesten toenemen. Helemaal als dan dus blijkt dat vanaf 1648, denken we even terug aan de eerste dia met van dat machtsevenwicht, de republiek wordt bedreigd door de opkomst van Engeland en Frankrijk. Eindelijk zijn die staten intern zo stabiel dat ze ook steeds meer naar het buitenland kunnen gaan kijken. Nou ja, en dan zullen we eens even gaan kijken waar die bedreigingen dan uit bestaan. In eerste instantie komen de bedreigingen vooral vanuit Engeland. De Engelsen die waren heel erg jaloers op de grote economische successen van de Republiek. Zij waren altijd een zeevarende natie geweest en ze konden het dan ook moeilijk verkroppen dat dat kleine landje aan de overkant van de Noordzee een veel grotere en sterkere handelsvloot had dan de Engelsen. En vandaar dat zij besluiten om allerlei mercantilistische maatregelen te nemen, zoals de akte van navigatie. En dat is natuurlijk iets waar de Nederlanders niet blij mee zijn, want dat schaadt hun handel. Zeker in de zeegewesten is men daar niet blij mee. En dat leidt tot de Eerste Engelse Zeeoorlog in 1652. En uiteindelijk in 1665 nog een keer tot een handelsoorlog, de Tweede Engelse Zeeoorlog. Maar ook Frankrijk werd een bedreiging voor de Republiek. Want die Lodewijk XIV die probeerde dus in Frankrijk de boel op orde te krijgen. En die zorgde ervoor dat er eindelijk weer rust en stabiliteit in het land kwam. Maar daardoor begon hij ook zijn pijlen op het buitenland te richten. Want Lodewijk XIV die streefde ook naar een groter Frankrijk. En daarbij had hij graag goed verdedigbare, oftewel het liefst natuurlijke grenzen. Zoals gebergte in het zuiden en in het oosten, de Pyreneeën en de Alpen bijvoorbeeld. En in het noorden, daar zou hij graag gewoon zee als grens willen, want dat is makkelijker te verdedigen. Dus de Nederlanders waren heel erg bang dat Lodewijk XIV met zijn legers richting de Republiek op zou trekken. En dat is iets waar vooral de landgewesten natuurlijk niet blij mee waren, want die zouden dan als eerste door die Franse legers worden binnengevallen. Ja, Johan de Witt, die probeert dan via afwisselende bondgenootschappen dan weer samenwerken met Engeland tegen Frankrijk en dan weer samenwerken met Frankrijk tegen Engeland. Zo probeert hij eigenlijk een beetje die twee landen tegen elkaar uit te spelen. Dat lijkt een hele tijd redelijk goed te gaan, totdat Engeland en Frankrijk in 1672 besluiten om samen de Republiek aan te vallen. En 1672 staat bekend als het zogenaamde rampjaar. Wat gebeurt daar? Nou ja. De Republiek wordt van verschillende kanten aangevallen. Over zee komen de Engelsen en de Fransen met hun vloot. En over land komen vanuit het zuiden de Fransen. En vanuit het oosten hun bondgenoten, de bisdommen van Keulen en Münster. En zij vallen de Republiek binnen. En dit is een hele zware aanval. De Republiek voelt zich totaal ingesloten en wordt aangevallen van alle kanten door hele sterke tegenstanders. Nou ja, Johan de Witt. Die is raadspensionaris. Hij is er dus niet in geslaagd om Engeland en Frankrijk goed tegen elkaar uit te spelen, want hij krijgt ze nu allebei tegen zich. En gedurende dat jaar 1672 neemt de ontevredenheid van de Nederlandse bevolking die neemt toe. En zij geven Johan de Witt de schuld voor dat rampjaar. Dat eindigt met het niet zo prettige tafereel dat we hieronder zien. Johan de Witt wordt samen met zijn broer gedood door het Nederlandse volk. Hij krijgt de schuld voor dat rampjaar. Maar daarmee is dat rampjaar natuurlijk nog geenszins afgelopen. Hij had er wel een maatregel genomen van de Hollandse Waterlinie. Daar zullen we op de volgende dia ook even verder op ingaan. Want uiteindelijk weet de Republiek alle aanvallen wel af te slaan. Eerst even de aanval over zee, die worden als eerste afgeslagen. De Engels-Franse vloot die werd verslagen onder leiding van de zogenaamde vlootvoogd Michiel de Ruyter. Hij was een genie op zee en hij wist die Engels-Franse vloot te verslaan. De dreiging vanaf de Noordzee die was daarmee verdwenen. Maar je ziet al op het kaartje dat op het land dat daar heel veel gebieden werden ingenomen door de Fransen en door de mensen uit Münster en uit Keulen. En dat is ook niet zo gek natuurlijk, want dat landleger was verwaarloosd. Dat hebben we net al eerder gezien. Maar uiteindelijk worden ook daar de aanvallen afgeslagen. Een van de dingen die hielpen bij de verdediging van het land was het aanleggen van de zogenaamde Hollandse Waterlinie. Dit was iets wat al gebeurd was voor de tijd van de dood van Johan de Witt.
Want hij liet namelijk de hele Hollandse oostgrens, ja, daar liet hij de polders onder water zetten. En de Franse legers konden dus niet verder optrekken naar de Hollandse steden. Nou, de paniek werd er niet minder groot door onder de Hollandse bevolking en daarom wordt de Wit uiteindelijk dus ook gedood. En die dood van de Wit betekent ook de terugkomst van de stadhouder. En die stadhouder, dat is Willem III. Hij krijgt de leiding over het leger en hij weet, mede door die Hollandse waterlinie, uiteindelijk Fransen uit de Republiek te gooien. Duurt nog wel 2 jaar, maar de aanvallen zijn afgeslagen. En die stadhouder Willem III die zit meteen stevig in het zadel. En die blijft dus ook stadhouder, uiteindelijk tot 1702. En hij is een stadhouder die hele ruime bevoegdheden kreeg. Hij was dus de opperbevelhebber van leger en vloot. En een stadhouder had dus ook een belangrijke vinger in de pap bij het benoemen van het stadsbestuur, van de regenten daar. Maar weet die laatste bevoegdheden nog verder uit te breiden. Hij kan heel veel regenten echt zelf benoemen en daarmee weet hij zijn eigen positie ook sterker te maken. Daarnaast ziet Willem III ook in dat hij zich vooral moet richten op het buitenland, wil hij de republiek goed kunnen beschermen. En houdt zich dan ook vooral met de internationale politiek bezig. Willem III wordt de grote tegenstander van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij ziet het als zijn taak om die opmars van Frankrijk en Lodewijk XIV om die tot staan te brengen in Europa. Nou, wat doet hij daarvoor? Hij vormt verschillende coalities, samenwerkingen met andere landen, waarmee hij oorlog voert tegen Frankrijk. En die oorlogen die lopen eigenlijk vanaf 1672 door helemaal naar 1713. Maar daarnaast doet hij ook nog iets heel anders interessants. Iets wat we al vaker gezien hebben in dit onderwerp. Hij weet heel slim te trouwen. Hij trouwt namelijk met Maria Stuart. Dat was de dochter van de Engelse troonopvolger, Jacobus II, die uiteindelijk in 1685 ook koning van Engeland zal worden. Ja, en die Jacobus II, toen hij eenmaal koning was, toen was men daar in Engeland niet zo heel blij mee. Jacobus was katholiek en hij joeg de protestanten in Engeland tegen zich in het harnas. En die protestanten, die besluiten dan ook om de hulp in te roepen van zijn schoonzoon Willem III. Dat doen ze in 1688. En zij vragen eigenlijk aan Willem: wil je alsjeblieft die Jacobus II, wil je hem verdrijven? Dan mag jij de nieuwe Engelse koning worden. Nou, Willem steekt met een leger de Noordzee over. Hij weet uiteindelijk de legers van Jacobus II te verslaan. En die gebeurtenis komt bekend te staan als de Glorious Revolution. Vanaf dat moment is Willem III niet alleen stadhouder in de Republiek, maar is hij ook koning van Engeland. En ja, King William en Queen Mary, zoals ze genoemd worden, zijn dus op uitnodiging van het parlement dus eigenlijk naar Engeland toegekomen. Maar zij maken ook meteen nieuwe afspraken met het parlement over het bestuur in Engeland. Die afspraken leggen zij vast in de zogenaamde Bill of Rights. Wat wordt daar afgesproken? Nou, het belangrijkste dat er afgesproken wordt is dat Engeland een parlementaire monarchie wordt. Het is dus een monarchie, een land met een koning aan het hoofd. En dat is dus die Willem III. Maar die moet wel rekening houden en verantwoording afleggen aan het parlement. Die vertegenwoordigers van de hoge en de lage adel en de steden. Uiteindelijk heeft het parlement ook het laatste woord in staatszaken. De macht van het parlement, die in Engeland sowieso al heel sterk was, die wordt hier dus nogmaals bevestigd in die Bill of Rights. Nou ja, en hoe zit dat dan in de verhoudingen tussen de Republiek en Engeland? Want Willem III is dus aan de ene kant stadhouder in de Republiek en hij is dus ook koning van Engeland. Worden die twee landen bij elkaar gevoegd? Wordt dat één land of zo? Nee, dat niet. De Republiek en Engeland, die gaan samen een persoonlijke unie vormen. En dat wil dus zeggen dat er twee landen zijn die hetzelfde staatshoofd hebben. In dit geval dus Willem III. Dat betekent ook meteen dat zij samen een heel sterk bondgenootschap vormen tegen Frankrijk. Nogmaals, denk aan dat machtsevenwicht. Het Frankrijk van Lodewijk XIV was steeds sterker aan het worden. En Engeland en de Republiek gaan samen met soms andere bondgenoten proberen die macht van Frankrijk te beperken. Ja, en in 1702 sterft Willem III. En dan zie je dat die regenten toch weer hun zin gaan krijgen. En dan breekt het tweede stadhouderloze tijdperk uit. En dan blijkt dus toch weer dat die regenten toch wel heel erg veel macht hebben in die republiek. En hier nog even de belangrijkste kenmerken van het bestuur van die republiek op een rijtje. Ten eerste
maken dus die regenten die kapitaalkrachtige burgers de dienst uit. Kapitaalkrachtig wil zeggen dat ze heel erg rijk zijn. Heel simpel gezegd betekent dat dat de rijke handelaren en hun families de dienst uitmaken in de republiek. Daarnaast is er in die republiek dus geen centraal gezag. Een sterke koning, zoals we dat in Engeland of in Frankrijk hebben, die is er in de republiek niet. En als laatste punt, wie heeft er dan wel veel te zeggen, behalve dus die regenten? Nou ja, iets wat ook heel typisch is voor het bestuur van de republiek, dat is de stedelijke autonomie. De steden hebben heel veel zelf te zeggen. En al deze drie zaken, die verschillen heel erg van het bestuur van Engeland en Frankrijk. Die laatste twee dingen, die zorgen er bovendien ook nog eens voor, dat iets van overheidscontrole of censuur of vervolging van bepaalde groepen in de republiek haast niet mogelijk is. En bovendien wilden die regenten dat ook helemaal niet. Want dat zou schadelijk zijn voor de handel en dat was niet in de traditie van Erasmus. Dus ja, zij pleitte voor gewetensvrijheid. Controle, censuur en vervolging was dus niet mogelijk, maar volgens de regenten ook gewoon helemaal niet wenselijk. En in de republiek was dan ook heel veel tolerantie. En dat tolerante klimaat van de republiek trok internationale wetenschappers aan. En ik zie dat er wetenschapper staat, moet uiteraard wetenschapper zijn. Dit is de laatste dia, het laatste stukje van het filmpje duurt ik al heel erg lang, sorry. Dit is alleen nog iets wat VWO-leerlingen even moeten kijken. HAVO-leerlingen kunnen nu stoppen met het filmpje te bekijken. Dat tolerante klimaat van de republiek trok dus internationale wetenschappers aan. Zoals bijvoorbeeld René Descartes. Een wiskundige en een filosoof. Hij heeft heel veel boeken geschreven, heel veel brieven geschreven. Hier krijg je even een hele korte samenvatting van een aantal van zijn belangrijkste ideeën. Wat zegt hij namelijk? Nou ja, hij vindt dat de Bijbel niet te letterlijk moet worden genomen. En hij is wiskundige en hij heeft door een wiskundige bril naar de natuur gekeken. En volgens Descartes verloopt alles in de natuur volgens wiskundige wetten. En hij gelooft dan ook niet zozeer in wonderen of zo. Nee, hij gelooft dat achter alles een wetmatigheid zit. Hij kijkt dus heel rationeel naar de wereld om hem heen. Iemand anders die ook heel rationeel naar de wereld kijkt, is Baruch Spinoza, ook een filosoof. Ja, hij heeft behoorlijk ingewikkelde ideeën eigenlijk over het geloof. Het gaat veel te ver om het daarover te hebben, maar hij vraagt zich eigenlijk af of God wel echt bestaat of niet. En wat voor rol God dan precies heeft. En nogmaals, hoe die dat precies allemaal bedenkt, dat hoef je niet te weten. Dat gaat veel te ver. Maar hij denkt dus ook, hij kijkt ook heel rationeel naar de wereld om hem heen. Maar hij heeft dus ook een behoorlijk radicale mening. En hoewel dus in een stad als Amsterdam veel meer boeken mochten worden gedrukt dan in andere plaatsen in Europa, zijn er ook in Holland zijn er grenzen. Want als Spinoza gestorven is, dan worden zijn werken verboden door de Staten van Holland. Ook de tolerantie in de Republiek kent dus zijn grenzen.